De nieuwe eigenaar van het perceel waar voorheen Monen Papier was gevestigd, heeft de gemeente verzocht voor een verruiming van de mogelijke bestemmingen. Een aantal branches is namelijk niet toegestaan in het gebied. Maar de gemeente wil er niet in meegaan en houdt vast aan de mogelijkheden die daarvoor staan beschreven. Wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Wel heeft hij verruiming gevraagd van de mogelijkheden. Een vijftal categorieën is niet toegestaan in het gebied. Dat zijn consumentenelektronica, een megasupermarkt, speelgoed, brand- en explosiegevaarlijke goederen en autobootcaravan. De gemeente heeft een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de branches voor perifere detailhandel die wel zijn toegestaan. En daarbij is goed gekeken naar ondernemers van soortgelijke winkels in de binnenstad. De gemeente is, gezien de leegstand in de binnenstad, geen voorstander van winkelvestigingen op het perceel Roermondseweg 109. Het college zal dan ook geen voorstel aan de raad doen het bestemmingsplan voor het betreffende perceel te verruimen. En het oude Monen Papierpand is inmiddels gesloopt. Voorlopig blijft het nog onduidelijk welke onderneming zich hier gaat vestigen. Buitencentrum De Peele ontving vandaag de 1,5 miljoenste bezoeker sinds de opening van het nieuwe centrum in 2001. De gelukkige winnaar, een bezoeker uit Zoetermeer, werd vandaag in het zonnetje gezet. Buitencentrum De Peele van Staatsbosbeheer is het visitekaartje van Nationaal Park De Grote Peel en het uithangbord van de Peelregio. In 2001 opende het nieuwe centrum haar deuren. En vanmiddag werd de 1,5 miljoenste bezoeker verwelkomd door gedeputeerde Patrick van der Broek en burgemeester Henk Evers. De gelukkige is Bart van der Ven uit Zoetermeer. Hij bracht vandaag met 5 schaatsvrienden een bezoek aan het buitencentrum en werd hier compleet verrast. Hij kreeg een heerlijk dagje peel aangeboden. Dat wil zeggen, een high tea bij theehuis Hof van Schoor, een bezoek en rondleiding bij Einderhoof, pannenkoeken bij de dorpsherberg en een avondwandeling met de boswachter in de Grote Peel. Burgemeester Evers overhandigde de heer Van der Ven een fotoboek. Voor alle andere bezoekers lag er een leuke attentie klaar. Met 140.000 bezoekers per jaar is het centrum een van de grootste toeristische trekkers in de regio. De Peele biedt educatie en informatieoverdracht over de Peel. En per jaar doen er zo'n 7500 kinderen en 4000 volwassenen mee aan een georganiseerde activiteit. Gemeentemusea Jacob van Horne, Tienschuur. Het huidige stadhuis, het Birgittenessenklooster en de voormalige Sint-Martinusschool zijn een beeld voor huisvesting van het erfgoedhuis in Weert. Later dit jaar moet daarover meer duidelijkheid komen. De zoektocht naar een geschikte locatie voor een gemeentearchief en museum is weer in een nieuwe fase aanbeland. Momenteel is het archief gehuisvest in de kelder van het huidige stadhuis, maar dit voldoet al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Het archief verhuizen naar het nieuwe stadhuis is niet mogelijk, vandaar dat de gemeente al enkele jaren op zoek is naar een geschikte plek. Het idee voor een ondergronds depot op de binnenplaats van de voormalige Sint-Martinusschool aan de Emmasingel werd in 2011 uitgesteld vanwege de hoge kosten, zo'n 6 miljoen euro. Maar ook behoud van het archief in het huidige stadhuis zou de nodige investeringen met zich meebrengen, zo'n 4 miljoen euro. In opdracht van het college van BNW van Weert wordt nu de financiële en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht van 4 locaties. Dit zijn gemeentemusea Jacob van Horne Tienschuur, het huidige stadhuis, het Birgittenessenklooster en toch weer de voormalige Sint-Martinusschool. Deze zomer moet de haalbaarheidsstudie klaar zijn, waarna de gemeenteraad zich over het voorstel moet buigen. Wie wordt de beste politicus van Weert van de periode 2010-2014? U kunt ze nomineren. 38 politici doen mee. Dat zijn de raadsleden, de wethouders en de raadsleden die tussentijds de raad hebben verlaten. Stemmen kan op onze site weertv.nl tot en met 10 februari. Op 12 februari maken wij de winnaar bekend. Hier in de raadzaal. Ook vandaag is in de omgeving aan Mildert gezocht naar sporen die leiden naar de vermiste Henk Vierwind uit Nederweert. Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot het perceel en de woning. Ook het nabijgelegen kanaal werd vandaag afgespeurd.
Het onderzoek naar de 50-jarige Henk Vierwind, die sinds begin december wordt vermist, ging vandaag de derde dag in. Bij het grootschalige forensische onderzoek zijn flink wat personen betrokken. Op en rond het terrein en de woning aan Mildert zijn de afgelopen dagen onder meer speurhonden en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar sporen die leiden naar Vierwind. Vandaag voer een bootje met sonarmateriaal op het nabijgelegen kanaal Wessem-Nederweert. Ter hoogte van de spoorbrug, Kelpenbrug en aan Mildert werd het water afgespeurd. De politie zet duidelijk alles in het werk om mogelijke aanwijzingen of sporen in handen te krijgen. Vierwind verdween begin december onder verdachte omstandigheden. Dat er mogelijk sprake is van een misdrijf wordt niet uitgesloten. Of de politie al iets op het spoor is, daarover worden geen inhoudelijke mededelingen naar buiten gebracht. De marktkooplieden in Stramprooi hebben zich verenigd in een stichting die de wekelijkse markt in het kerkdorp beheert. Vandaag ondertekenden zij in het bijzijn van wethouder-kardinaal een convenant. Op verzoek van de marktkooplui en de dorpsraad is met de gemeente Weert overeengekomen dat de weekmarkt verzelfstandigd zou worden. Dat betekent dat de gemeente hiervoor op de vaste marktdag, de woensdagmiddag, een deel van het kerkplein als marktterrein beschikbaar stelt. De marktkoopmensen op hun beurt zouden zich vervolgens verenigen tot een juridische eenheid en een stichting, om zo als geheel een overeenkomst met de gemeente te kunnen sluiten. De gemeente wees enkele weken geleden een verzoek om de kosten voor de oprichting van die stichting te betalen af. De kooplieden hebben de kosten nu zelf voor rekening genomen, waarna de stichting vandaag officieel kon worden ondertekend. Onder het toeziend oog van wethouder-kardinaal zetten vanmiddag de 7 ondernemers ieder een handtekening onder het convenant Stichting Weekmarkt Stramprooi. Dat wil zeggen dat de marktkooplui en de dorpsraad Stramprooi voortaan zelf de touwtjes in handen hebben. En deze laatste woensdag van de maand brengen we voor ons consumentenitem een bezoek aan het chiropractisch centrum. Dag dames en heren. Voor deze uitzending gaan we een kijkje nemen binnen de muren van het chiropractisch centrum voor rug en nek hier aan de Nassolaan in Weert. We laten nu zien welke veelvoorkomende klachten behandeld kunnen worden door een chiropractor. En bovendien krijgt u een heel goed beeld van het behandeltraject binnen dit centrum. Er komt hierbij van alles aan bod, dus blijft u kijken. Dokter Van Beest, wij gaan het in deze uitzending hebben over nekklachten. Komen deze klachten veel voor? Jazeker, nekklachten komen heel veel voor. Hedendaags werken heel veel mensen met pc's, dus ze zitten uren achter de pc per dag, waardoor heel vaak nekpijn, schouderpijn optreedt. En hoe komt het dan dat mensen juist daardoor die nekklachten krijgen? Het is vaak als je in dezelfde houding zit de hele dag, en vaak zitten men in dezelfde houding, ook met het hoofd een beetje verdraaid, kunnen blokkades optreden in het wervelkolom. Als reactie op die blokkade komen die zenuwbanen onder druk en dat veroorzaakt de pijn. Je kunt het eigenlijk hier zien. Je hebt de wervelkolom en in geel zie je die zenuwbanen. Die zenuwbaan die trekt dan ook door naar de schouders, naar de arm toe. Dus als hier een blokkade optreedt, dan komt de irritatie op die zenuwcomplex. Door die irritatie krijgt de patiënt pijn daar natuurlijk, waardoor de spiergroepen ook allemaal gaan verkrampen. En omdat die zenuw zo doortrekt, ervaart vaker de pijn ook een uitstralende karakter van de pijn. Zijn er inderdaad ook andere klachten die kunnen ontstaan door juist de nek? Ja, we zien heel vaak hoofdpijnklachten die daarbij gepaard gaan. En de reden daarvoor is de zenuwbanen in het hoogcervicaal gedeelte hier, die trekken eigenlijk omhoog. En dat merk je ook met veel hoofdpijnpatiënten. Die zeggen, nou als de pijn begint die vaak hier en dan trekt die zo omhoog. We noemen dat ook een cervicogene hoofdpijn. Het heet zo omdat het eigenlijk vanuit de nek afkomt. En wat kan een chiropractor voor deze mensen dan betekenen? Nou, chiropractoren kunnen deze klachten goed behandelen. Wij doen dat door middel van manipulatie. Wij zorgen met die manipulatie dat de bewegingsvrijheid van het wervelkolom weer optimaliseert. Dus dat die druk op die zenuwbanen minder wordt. En als de druk op die zenuwbaan minder wordt, heeft de patiënt minder pijn. Maar de spiergroepen gaan daardoor ook meer ontspannen. Dus waardoor de patiënt weer normale bewegingsvrijheid krijgt van de hoofd. En wanneer een patiënt met nekklachten zich wil laten behandelen hier in het rugcentrum, hoe ziet dat traject er dan voor hem of haar uit?
Nou, de eerste keer dat de patiënt komt, indien ze al röntgenfoto's hebben of een MRI, die zullen we dan opvragen, want dan kunnen we eventueel gebruiken. Maar indien er al geen röntgenfoto's zijn, dan kunnen we eventueel een scan maken. Met dat scan krijgen we een mooi compleet beeld van het wervelkolom. Ook de spiermassa, de vetmassa, de verhoudingen. Er wordt ook een lichamelijk onderzoek gedaan, waaronder een orthopedisch gedeelte en een neurologisch gedeelte. En met al dat informatie samen kom je tot een diagnose en dan kunnen we beginnen met een behandeling. Meestal na de tweede, derde behandeling krijgt de patiënt ook oefeningen van ons om het systeem te optimaliseren. Ja. Hebben zij voor dit traject een verwijsbrief van de huisarts nodig? Een verwijskaart van de huisarts is niet nodig. De verzekering eist dat wij lid zijn van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en daar zijn we lid van. En heeft u tot slot nog een goede tip om nekklachten vooral te voorkomen? Ja, een goede tip om nekklachten te voorkomen is als je veel bureauwerkzaamheden bijvoorbeeld doet, dat je zeker om de half uur even opstaat, even in beweging komt. Het hoeft niet lang te zijn, het hoeft maar een minuutje even op en neer te lopen, of een half minuut zelfs, en dan weer je werkzaamheden voortzetten. Op die manier zorg dat in ieder geval weer bewegingsvrijheid komt in het wervelkolom. Een andere mogelijkheid is om zeker in de middagpauze bijvoorbeeld even een paar nekoefeningen te doen. Te zorgen dat het weer optimaal soepel wordt. Ook last van rug- en nekklachten? Dan staat het Chiropractic Centrum met een team met 25 jaar ervaring voor u klaar. Wij nemen uw klachten serieus en zoeken naar de oorzaak van uw probleem. Onze behandelingen worden door de meeste verzekeraars vergoed. Meer info op www.rugcentrum.nl.